zal deze even hier zetten. En dan heeft Ria het natuurlijk over Frits. Frits, de egel. Hij ruikt dat hij buiten is. Frits mag dus even naar buiten op deze dierendag. Iets wat in de toekomst hopelijk weer altijd kan. Maar nu woont hij nog even bij Ria. Dit is eigenlijk uit nood ontstaan dat we bij thuis opvangen. We hebben op een gegeven moment de stichting opgericht. Stichting Egelopvang het Stekeltje is het gaan noemen. Want er konden geen egels in het Westland meer opgevangen worden. Iets wat gaat veranderen, want hier op de Vierschaar in Schravenzande wordt hard gewerkt aan een dierenopvangcentrum. Het oogde hier 3 maanden geleden nog anders. Er stond een meter hoog gras. Nu staan daar 21 uit mijn hoofd heipalen in, waarin we een betonnen fundering hebben. Waarin de leidingen lopen, waarin de spanten staan en straks het dak erop. En dat is een prestatie op zich. Want zo'n dierenopvangcentrum, waar ook de egeltjes van Ria straks heen kunnen, komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. We zijn afhankelijk van fondsen en giften en vrijwilligers. Niet alleen in geld, maar ook in arbeid. Ik bedoel, wat hierachter staat is voor een deel ook gewoon gesponsord door bedrijven die hun werknemers hier laten werken en dat om niet doen. Er wordt dus hard gelobbyd voor het dierenopvangcentrum. Iets wat er momenteel in Westland nog niet is. En met recht, want de nood is hoog. Zeker voor de egels, die onder andere door bebouwing een steeds minder groen leefgebied hebben. Nou ja, je ziet het normaal als ze zich helemaal op te rollen, want dit is eigenlijk niet veilig voor de... Ze voelt zich ook duidelijk niet aangenaam. Ik weet niet of het goed kan horen, maar ze klinkt ook heel benauwd. Het is echt wel een beetje triest. Triest, maar de oplossing lijkt nabij. Al is het nog onzeker wanneer het opvangcentrum precies af is. Het blijft dan altijd een kwestie van vrijwilligers, van fondsen, van daarvan afhankelijk zijn. En al naar gelang hun snelheid en de hoeveelheid bedragen die er binnenkomen, kunnen wij nieuwe stappen maken. Maar fase 1... Dat ziet u achter ons. Daar zijn we heel blij mee.